Zo, hallo. Ik ben er weer. Ik ben nou zo goed als net terug van Pinkpop. En het leek me wel leuk om gewoon weer eens even een kort item te maken. En jullie even te vertellen wat mijn ervaringen zijn geweest. En vooral voor de volgende festivals. Wat misschien handig zou kunnen zijn en wat misschien ook niet handig zou kunnen zijn. We hebben Pinkpop dan wel gehad, maar we hebben nog Rockwerter. We hebben nog Wacken in Duitsland. We hebben nog Graspop in België. Er komt nog van alles aan. En misschien ga je nog wel gewoon op de camping lekker relaxen. En dan zijn er toch wel een paar dingen die misschien wel handig zijn om mee te nemen. De Casua tenten. Die tenten die in een ronde schijf zijn gedraaid. En zodra je die openmaakt kun je die tenten plop in één keer opzetten. En dan heb je nog 2 seconden tenten, 3 seconden tenten. Het gaat steeds sneller natuurlijk. En daar heb je geen moeite meer mee om die gewoon op te zetten. Die ontvouwen zich vanzelf. Nu zijn er mensen die denken van ja, ik heb eigenlijk nog niet zo'n tent, maar ik heb een beetje mijn twijfels. Want ik zie wel eens van die gasten stoeien en dan is dat een heel gedoe om die tent weer in dat ding te krijgen. Maar ik heb het bij iedereen live kunnen zien hoe gemakkelijk of ongemakkelijk het ging. En de truc zit hem eigenlijk gewoon in dat je het een paar keer moet doen. Als je zo'n tent koopt, dan ga je gewoon een paar dagen van tevoren, als het een beetje goed weer is, als het droog is, dan ga je gewoon in je achtertuin of op je gezond, zet je dat ding neer en dan klap je hem weer in en dan probeer je hem in te pakken. Dat doe je 4 of 5 keer en dan op een gegeven moment heb je het door en dan weet je het. En dan is binnen 2 minuten is heel die tent ingepakt. Een 3-persoons Casua tent is ongeveer 60 euro. Dus je kunt voor jezelf een beetje afwegen van is me dat die moeite waard. Je kunt ook een kleinere pakken natuurlijk, maar het kleine nadeel is wel dat ze niet heel ruim zijn. 3 personen is echt niet waar je met 3 personen in kunt liggen. Dat is gewoon echt aan de krappe kant. Misschien wel Japanners of zo, maar ja, probeer dan een beetje ruim in te schatten. Het is even doorhebben, maar dat is dan ook het enige. Goed, dezelfde merk heeft ook nog andere dingen. Ja, natuurlijk ook rugzakken en allerlei andere spullen. Wat ook heel belangrijk is natuurlijk, is een luchtbed. En je hebt van die luchtbedden die ik van tevoren had, gewoon echt zo'n luchtbed wat blijft drijven. Ja, dat is heel fijn, maar bij mij gaat die op een gegeven moment leeglopen en dan zijn die dopjes die erop zitten, die ben ik dan weer kwijt. Of hij is gewoon te strak opgeblazen, dan word ik op een gegeven moment wakker en dan rol ik er vanaf. Daarbij is die ongeveer zo breed. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb gewoon eens een keer gezocht naar een nieuwe slaapzak en een nieuwe luchtkussen. En een maat van mij die had al een heel mooi product en dat heb ik ook van hem overgenomen. En die heb ik hier staan, als ik even kijk. En dat is de Casua Sleeping Bag. Ja, hij lijkt wel flink groot en het is ook geen klein tasje hoor. Dat zie je meteen en dat... Ik zal ook echt niet zeggen dat dit super licht en super handig is. Maar het is wel een 2-persoons luchtbed. Het is een luchtbed met een hoeslaken eroverheen. En daaroverheen zit een deken. En die kun je met... er zal wel geen plaatje op staan, denk ik. Nee. Die deken die kun je met bandjes vastmaken aan je luchtbed. En die slaapzak die blijft gewoon aan je luchtkussen vastzitten. Dus je bent ook niet op een gegeven moment je slaapzak kwijt. Het is gewoon ideaal. Het is parachutestof, die slaapzak. Dus je kunt het gewoon een beetje opfrommelen. Is helemaal niet erg. Dat fout helemaal niet. Dat kan daar gewoon tegen. Dat is gewoon hartstikke fijn. En het hoeslaken wat er overheen zit, dat zorgt gewoon dat alles cool blijft. Je merkt ook meteen als je erop gaat liggen dat het een stuk cooler is dan het luchtbed zelf en dan de deken. Klein nadeeltje is, als je vroeg gaat of het is echt slecht weer en het is buiten bijvoorbeeld 2 graden, ja, je kunt maar pech hebben natuurlijk. Als het echt koud is, dan gaat dit niet heel super verwarmen. Dan kan ik je aanraden om of zo'n mummy rugzak te kopen. Die zijn gewoon super warm en die zijn ook bestemd voor dat soort temperaturen. Die kunnen ook gewoon tot -10 of zo kunnen die nog verwarmen. Als je dat toch niet zo fijn vindt, dan zou ik gewoon zeggen van doe een joggingbroek aan of zo. Het nadeel is natuurlijk dat het 's nachts ijskoud is. En als je wakker wordt, dan zweet je meteen een ongeluk. Omdat het gewoon binnen een paar uur tijd gewoon 15, 16, misschien wel 20 graden wordt. Nou, als die tent van jou dan in de zon staat, dan is het natuurlijk gigantisch warm. En dan is dit toch wel weer fijn dat je op een gegeven moment toch in zo'n slaapzak ligt. En dan heb je een langere broek aan, maar dan kun je in ieder geval die dekens een beetje aan de kant gooien. En dan heb je toch nog gewoon een ruim luchtbed waar je lekker, gewoon lekker achterover op kunt liggen. Dat is gewoon fijn.
je moet iets meer meeschouwen, maar als je daar geen problemen mee hebt, dan kan ik dit absoluut aanraden. Het is echt een super fijn luchtbed. Absoluut. Goed. Over sjouwen gesproken. Je ziet het elk jaar als je naar festivals gaat of naar de camping gaat. Mensen willen dingen meenemen, maar het is ook altijd zo dat hoe meer je meeneemt, hoe meer je moet sjouwen. En er zijn de meest briljante constructies die mensen verzinnen om dingen mee te sjouwen met touwen en met riemen op hun rug. En wat ik zelf eigenlijk het liefste doe, en ik had daarvoor had ik ook gewoon van alles allemaal losse dingen bij, losse tassen, losse zakjes. Ja, je moet iets. Je hebt van die grote rugzakken. En ik heb er hier eentje staan. En dit is dan toevallig van het merk Low Alpine. Merk boeit niet zo. Je hebt ook Arctic. Je hebt verschillende fabrikanten van dit soort rugzakken. En dit zijn... Even kijken. Oh. Dit zijn gewoon echt hele ruime grote rugzakken. Hier kan 80 liter in. Hij is nou een beetje in elkaar gedrukt omdat hij gewoon leeg is. Maar hier kan gewoon 80 liter in. En je kunt hier zoveel instapelen zonder dat het super zwaar wordt. Want het is niet alleen de afmeting van die rugzak dat je er zoveel in kunt doen. Maar je hebt ook aan de achterkant... eens even omdraaien. Kijken of je het zo kunt zien. Je kunt hier je lengte instellen. En je kunt met elk bandje hier, kun je zorgen dat je rugzak dus ook zo comfortabel mogelijk zit. Daarbij heb je aan de onderkant deze dingen. En die rusten eigenlijk op je heupen. En daardoor heb je dus het voordeel dat hoe zwaar je rugzak dan ook is, dan draag je eigenlijk het lichaam of de rugzak met een deel van je onderlichaam. Dus een deel met je benen, een deel met je heupen. En je kunt gewoon makkelijk ronddraaien, je kunt makkelijk lopen, je kunt draaien. Als je één keer even moet omkijken, dan heb je niet dat er nog even 30 kilo rugzak achteraan zwengelt, zodat er meteen, dat je meteen door je rug heen gaat. Ze zijn wel iets duurder natuurlijk. Die rugzakken die kunnen gewoon een beetje prijzig zijn. Ik heb deze die bij mij hebben gehaald bij, volgens mij bij Perisport. Ik moet nog even opzoeken, maar uiteindelijk is het wel de moeite waard. Je kunt er heel veel in kwijt. Je kunt het zo afstellen dat het voor jouw lichaam gewoon prettig is om te dragen. En uiteindelijk, als je daar rondloopt, dan denk je van ja, je voelt wel dat je wat gewicht bij hebt, maar het zit allemaal comfortabel, het zit strak, het kan nergens naartoe. Ja, het is gewoon echt heel fijn. En zo'n rugzak is gewoon echt degelijk. Het is gemaakt om mee te sjouwen, om op de grond te leggen. Om gewoon flink wat gewicht mee te krijgen. Het is echt gewoon stevig spul. Het is degelijk. Ja, je betaalt ervoor. Maar het is wel de moeite waard. Oké. Okay. Even kijken, wat had ik nog meer? Oh ja. Je hebt natuurlijk verschillende dingen die je mee kunt nemen. Je mobiele telefoon. Ik heb hem nou niet in mijn zak. Maar dat is bij festivals natuurlijk... een issue en de laatste jaren wordt dat minder. Als je een telefoon bij hebt of een, weet ik veel, een radiootje of een iPhone, ja, meestal heeft iedereen en zijn muziek op zijn telefoon en zijn contacten en het is handig om even te bellen van waar sta je nou ergens, ik sta hier, waar zijn jullie? Omdat je op een gegeven moment toch even uit elkaar gaat, dat andere mensen toch wat andere bands of andere optredens willen zien. Op een gegeven moment is die telefoon leeg. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt of 12 accu's meenemen. Of je kunt er bij zijn oplaadpaal staan en daar als een of andere idioot gewoon 2 uur staan wachten. En ja, dat is natuurlijk allebei niet zo comfortabel. Wat dan handig is, is een powerbag. En dat is dus een soort van klein tasje, rugzakje. Ik zal het maar even laten zien. Het zijn eigenlijk gewoon zonnepanelen en die kun je gewoon op je rug dragen. Of weet ik veel, om je zij, waar dat je dat ding ook kwijt wilt. Meestal rond die tijd van de festivals is het ook nog bloedheet. Sta je in de felle zon. En dan kan dat ding kan gewoon met behulp van zonne-energie worden opgeladen. En je zult ondertussen ook wel weten dat de zon niet hoeft te schijnen, wil dat ding kunnen opladen. Je loopt 6 uurtjes rond op zo'n dag. Nou, dat krijg je wel vol als je daar de hele dag bent. En 's avonds of 's nachts in je tent kun je je iPhone of gewoon welke telefoon je dan ook hebt, kun je gewoon aan dat ding hangen en dan kun je hem opladen. En dan kun je 2 keer op opladen. Dus ja, het is op zich wel de moeite waard. Als je veel weggaat, veel naar campingen gaat, veel naar festivals en je wilt toch je telefoon erbij houden,
Ik zou zeggen, kijk er eens even naar. Is misschien toch wel interessant. Ik heb ook nog gemerkt dat veel mensen stoelen meenemen en campingstoeltjes en van alles. Ja, stoeltjes kunnen we helemaal niet compact krijgen. Je hebt inderdaad van die vissersstoeltjes noemen ze dat, op drie pootjes. Die kun je voor 5 euro kun je die wel ergens kopen. Als je geluk hebt, misschien wel voor 1 euro. Uiteindelijk gaat dat niet heel prettig zitten, want als jij de hele dag op dat veld hebt rond liggen sloffen, dan heb je geen benen en geen knieën en geen rug meer over. En dan wil je eigenlijk gewoon even lekker rustig zitten. En op zo'n klein frutkrukje gaat dat op een gegeven moment toch tegenwerken. Daar kun je een kwartiertje op zitten en dan op een gegeven moment zit die gewoon niet meer fijn. Dan wil je eigenlijk gewoon het liefste in de stoel zitten. Mochten mensen nou met de auto gaan en zeggen van nou, ik wil best wel eens even wat luxe hebben. Ik heb hier een campingfauteuil. En ja, hij is een beetje lomp. En ja, hij is een beetje groot. Maar ik zal kijken of ik hem kan uitklappen. Eens even kijken. Gaan we. Hier kun je enorm, maar dan ook enorm relax inzetten. Ik heb nog nooit een campingstoel gehad die zo relax was als dit ding. Hij is even wat werk om mee te sjouwen en ja, oké, hij is inderdaad een beetje groot. Zelfs al is hij opgevouwen. Ik bedoel, compact is wel anders. Vooruit. Er zit een hoes omheen, die heb ik nou hier niet laten zien, want het heeft geen zin. Maar er zit een hoes omheen met een handvat eraan, dus je kunt hem uiteindelijk kun je hem als tas kun je hem meenemen. Ja, dat is inderdaad flink, maar oh, het is wel zo relaxed als je de hele dag hebt liggen rondsloffen. En je wilt echt gewoon even tot rust komen. Je wilt gewoon neerploffen met een biertje of als je dan geen bier drinkt met een colaatje of zo. En lekker muziek erbij en gewoon even op de camping even uitrusten. Goed, nog een klein dingetje. Als het donker wordt, dan heb je op een gegeven moment licht nodig. En dat is niet zozeer buiten de camping of op de camping zelf. Maar vooral in je tent. Je moet naar de wc, je moet de ritsen vinden. Lampje. Dit lampje heb ik gekocht voor 9 euro. Hier zit 2 jaar garantie op. Er zitten batterijen in. 4 penlights. En dit zijn geen speciale penlights of zo. Dit zijn gewoon ja, oplaadbare batterijen. Maar die zijn niks sterker als. Het zijn geen speciale Duracell batterijen of zo. Je hebt verschillende standen in dit ding: normale stand, felle stand en de knipperstand. In de normale stand kun je er meer dan 25 uur mee doen. Dus je hebt een lampje van 9 euro waar 2 jaar garantie op zit. En als je er 4 batterijen in doet, dan heb je voor 25 uur stroom. Licht bedoel ik. Ja, mocht je nou denken van ja, dat kan wel zijn, maar ik ga, weet ik veel, ik ga een week op vakantie of zo, of 2 weken. En ik heb geen zin om telkens nieuwe batterijen te kopen of om 80 batterijen mee te slepen. Ja, oké, kan. Dan heb je nog dit dingetje. Die was 5 euro en die heb ik bij de Aldi gehaald. En dit is gewoon een soort van knijpkat. Alleen moet je hier niet in knijpen, hier kun je gewoon aan draaien. Doe je 1 minuut. En je hebt zeker voor een 5 tot 10 minuten stroom. Verschillende standen. Dit is 1 ledje. En dit zijn er 3. En hij geeft flink wat licht. Nou, dit is eigenlijk zo'n beetje alles wat ik jullie wilde laten zien. Het zijn gewoon een paar handige tips die ik in levende lijven heb ondervonden. Wat misschien wel handig is, wat misschien niet handig is, maar wel luxe. Ja, doe ermee wat je misschien wat je er zelf aan kunt hebben. En ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben als ik de afgelopen dagen heb gehad. En ik wens iedereen een hele fijne zomer. En ik hoop jullie binnenkort toch weer terug te zien bij Weekend Monsters. Dus bedankt voor het kijken en tot ziens.